Goedenavond, vanavond hier in de zaal en de grotere groep op het internet. Vroeger kon ik zeggen, jullie mochten thuis lekker warm blijven, hier was het koud, maar het is helemaal niet koud, het is heerlijk geriefelijk warm en gezellig hier. Helaas is er zondag in onze kerk bij de mededelingen niet verteld dat het thema voor vanavond zou zijn de Bijbel en homoseksualiteit. Dat vind ik juist extra jammer dat mensen ernaar gevraagd hadden. Maar goed, het is dan nu wel op het internet straks te bekijken. En ik heb zo ontzettend veel reacties gehad, positieve reacties hoor, verbazende reacties moet ik zeggen, heel veel, op de vorige algemene studie over de Bijbel en seksualiteit, dat ik er een boekje van laat maken ben. Ik heb het eerste hoofdstuk af, niet al te dik, en dat zal waarschijnlijk als titel hebben een Bijbels seksboekje. Dus dan zal ik deze drie thema's daarin behandelen, dan kan iedereen dat allemaal nog nalezen. Ik wil vanavond voorstellen dat we eerst God zelf gaan zoeken. De belofte van zijn Heilige Geest. En Jezus die hier in ons midden is door zijn opstanding in welke wij geloven. Laten we samen bidden. Goede Vader, dat zeggen we niet zomaar. Ik zeg het niet zomaar, maar ik dank u voor het bewustzijn wat wij daarvan mogen hebben. Dat u hier bent. Dat geeft mij, dat geeft ons hoop en verwachting. We hebben niet alleen maar een boek met letters en woorden. Dat is niet ons geloof. We zijn geen moslim. We zijn christenen die geloven in een levende Heer die er is. En zo, Heer Jezus, willen we u vragen voor ons die schrift te openen. Ons te leiden in alle dingen. Mag het woord van de Vader vloeien uit zijn hart en uit mijn hart. Uit mijn geopende mond. Tot geopende oren en harten van de toehoorders hier en thuis achter de computer. Onder de zalving van uw geest, uit genade in Jezus' naam. Amen. Goed, lieve mensen. De Bijbel en homoseksualiteit. Ik ben met dit onderwerp al bezig vanaf het moment van mijn bekering tot nu. Dat is al lang geleden. Ik weet er heel erg veel van af. Ik ken geen collega, in welke kerk dan ook, die er net zoveel van af weet als ik. Dat kan ik hard maken, want ik ben op conferenties geweest voor dit onderwerp. En ik denk aan een laatste waar ik was, een interkerkelijke setting, waarbij de vraag werd gesteld, zijn er hier pastoren die een rijke ervaring hebben in het begeleiden van christenen, serieuze christenen, met homoseksuele gevoelens? En ik stak mijn hand op om anderen te zien. Ik was de enige in een zaal met een paar honderd. Ik was de enige. Ik had zelfs een collega die zegt, ik heb nog nooit iemand naar me toe gehad met die gevoelens. En dat is tekenend voor het probleem. Dus het feit dat ik het constant op me afgevuurd heb gehad, is ook tekenend. Dus heb ik een hele rijke pastorale ervaring met dit onderwerp, maar bijvoorbeeld ook met depressieve mensen, depressieve christenen. Altijd heeft me dat achtervolgd en heb ik die aangetrokken. Dus dat verbaast me ook niet. Dus ook wat depressiviteit en geloof betreft heb ik veel ervaring. Ik ben ook een ervaringsdeskundige zelf. Op het laatste vlak dan. Nou, dus de sterkste uitspraak die ik op een conferentie gehoord heb, ik weet helaas zijn naam niet meer, was een theoloog in de richting van iets in de orde van de gereformeerde gemeente, de zware gereformeerde orthodoxe, ik weet niet precies welke dat was. En deze theoloog, nadat hij een studie deed over hetzelfde onderwerp als ik, zei aan het eind, en het was voor zijn achtergrond en zijn theologische richting, een hele boute uitspraak. Hij sloot zijn bijbelstudie af, zijn lezing eigenlijk, over de Bijbel en homoseksualiteit, met de vraag, maar het kan toch niet zijn dat de Bijbel ons met betrekking tot dit onderwerp in de kou laat staan? Want dat doet de Bijbel namelijk wel. En voor deze man, die zo vreselijk bijbelgetrouw is natuurlijk, om zo'n uitspraak te doen, dat was heel dapper. Dus ik kom helemaal niet uit een geloofsrichting, dus voor mij is het helemaal niet moeilijk om te zeggen, de Bijbel zegt daar niks over. Wat zegt de Bijbel, ik heb het in mijn boekje ook geschreven, wat zegt de Bijbel over euthanasie, over abortus, wat dacht u van niks? En als je het wel erin leest, dan ben ik echt hermeneutisch crimineel bezig. Om artsen te beschuldigen van moord, omdat ze met een eer en geweten abortus hebben, dat vind ik gewoon kinderachtig. Maar het komt omdat gelovigen zo graag willen dat de Bijbel over alles wat zegt. En we vergeten dat de Bijbel een boek is wat heel erg oud is. In een tijd waar abortus en euthanasie en stamceltherapie en dat soort dingen helemaal niet gebeurde. In de Bijbel wist men ook niet hoe kinderen geboren werden. En in mijn boekje schrijf ik dan ook,
In die tijd was het zo dat de man was natuurlijk superieur, de vrouw telde niet mee. En als je iets niet kon verklaren, dan had God het gedaan. Dus het verbaast je niet dat de standaardverklaring voor een echtpaar wat geen kind krijgt in de Bijbel is: God sloot de baarmoeder. Nou, dat doet God niet. Hè? Waarmee dus de fout van het niet krijgen van kinderen of het manco bij de vrouw neergelegd werd. Want aan het mannelijk zaad kon natuurlijk niks liggen in die tijden. En God moest de oorzaak zijn. Beide is niet waar. Onze medische wetenschap zegt het ligt voor 60% aan de man. Maar in Bijbelse tijden wist men niets van het hele proces van zwanger worden, kinderen baren, etc. En zo wist men in Bijbelse tijden al helemaal niets over homoseksualiteit. Nou, dus de Bijbel laat ons met betrekking tot hedendaagse actuele ethische onderwerpen aan de ene kant in de kou staan, aan de andere kant vind ik namelijk helemaal niet. Ik vind dat de Bijbel ons één oplossing biedt, één ethische oplossing, één werktuig, een tool voor ethische vragen voor de mens in alle tijden en alle omstandigheden. Maar de Bijbel is niet een boek van even kijken waar staat van nee, dat is het niet. Want daar staat er niks. Maar er staat wel iets. Ik geloof dat de Bijbel ons een antwoord geeft voor dit probleem, deze vraag. Nou, dan hoop ik daarmee te besluiten natuurlijk. Dat is wel de bedoeling. Niet mee te beginnen. Oké, homoseksualiteit in de Bijbel. We gaan alle teksten gewoon even bekijken. Dat zijn er namelijk maar een paar. Dus we kunnen vanavond alle teksten die over het onderwerp spreken lezen, omdat er maar een paar zijn. En daarom heb ik gelijk al wat gezegd. Als ik je dan ook van tevoren vertel dat die paar teksten alleen maar gaan over homoseksuele handelingen gedaan door heteroseksuele mensen. En dat nergens ook maar één tekst te vinden is die suggereert dat mensen zulke gevoelens zouden hebben. Dan hebben we er dus helemaal niks over. En dan kunnen we vanavond na amen en een gebed kunnen we sluiten. Dus de Bijbel spreekt niet over het fenomeen dat mensen homofiele gevoelens zouden hebben. Of dat ze zo zouden zijn. De Bijbel spreekt alleen over heteroseksuele mensen die vanwege een aantal redenen, dat zijn er in de Bijbel en vandaag de dag niet zoveel meer, maar dat zijn er twee, vanwege redenen overgingen tot homoseksuele daden. En dat betekent dat het een keuze was. Een keuze die in de Bijbel tekenend tegennatuurlijk wordt genoemd. Logisch. Vind ik logisch. Je gaat tegen je natuur in. Er is niemand die dat niet met de Bijbel eens zou zijn. Nou, we gaan een paar teksten kijken over die homoseksuele daden gedaan door hetero mensen. En we gaan bijvoorbeeld kijken naar Leviticus 18. En wij houden van context in onze kerk, alle kerken hoor. De duivel citeert de Bijbel tekst voor tekst als hij Jezus wil aanvallen en wil pletten in de woestijn. En Jezus pareert die satanische bijbelaanval, de teksten waren allemaal correct geciteerd, door ze te pareren met de context van heel de Bijbel. Dus let op dat de duivel een meester is met het mensen omlaag halen door teksten correct uit de Bijbel te citeren. Hij verandert ze niet. En Jezus leert ons die teksten te pareren met de context van de Bijbel. Er staat ook. Ja? Dus dat is voor ons heel belangrijk in alle thema's. Leviticus 18. Gij zult geen van uw kinderen overgeven om het aan de Moloch te wijden. Buiten de poorten van Jeruzalem tot aan de dagen van Jezus aan toe was een grote kuil. Daar brandde vuur in en daar werd het afval van de stad in gegooid. Maar 's nachts kwamen daar dan bij volle maan de Moloch aanbidders en die wierpen daar hun kinderoffers in. De naam van die plaats is de naam die in onze Bijbel vertaald is met hel. Gehenna. De Moloch aanbiddersplaats. Dus als iemand zegt, geloof je in de hel? Zeg ik nee, want die ligt ergens onder de aarde bij Jeruzalem. Dat is letterlijk de vertaling van Gehenna. De plaats waar Moloch aanbeden werd, waar een poel van vuur eeuwig brandde, eigenlijk ook eeuwig. En waar men de kinderoffers bracht aan Moloch. Die Moloch-godsdienst die galmt door de hele Bijbel heen. Dat was een behoorlijk sterke, invloedrijke cultus. En het volk van Israël werd constant gewaarschuwd om alle omringende volkeren te mijden vanwege hun godsdiensten. Niet vanwege hun ras hoor, maar hun godsdiensten. En Moloch was een behoorlijke treiterkop, want de Israëlieten tuinderden nogal eens in. En gingen met Moloch aan de haal. Gij zult geen van uw kinderen overgeven om het aan de Moloch te wijden, kinderoffers. Opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de Heer. Nou komt hij. En gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw.
Een gruwel is het. Nou, waar gaat het om? In die tempels van Moloch, dat aan de dagen van Jezus aan toe, waren zogenaamde tempelprostituees, mannen en vrouwen. En je gaf je aan die tempelprostituee, ook al als je bijvoorbeeld een man was en je was hetero, dan ging je toch naar zo'n mannelijke prostituee toe. Niet omdat je daarvan hield, maar omdat je dan de zegen van Moloch kreeg. Als je een vrouwelijke prostituee, tempelprostituee wilde, dan nam je die, opdat je de zegen van Moloch kreeg. Je ziet dus dat hier dit woord over waar God de gemeenschap tussen twee mannen en twee vrouwen verbiedt, slaat op die tempelaanbidding. Zie je dat? Direct, de context staat er vlak voor. Dat is een gruwel, zegt God. Zoals God in heel de Bijbel het een gruwel vindt als het volk van Israël naar andere goden ging. Dus het gaat hier niet om de homoseksuele daad, het gaat om het afdwalen naar Moloch. En dat zien we steeds weer. Dus de tekst staat niet alleen. Dan het hele boek Leviticus, lieve mensen. Ik heb het maar eventjes hier uit laten typen, dat is het makkelijkste. Dat gaat het allemaal niet lezen hoor. Ik heb net een internetcorrespondentie met een jongen die net uit de kast aan het komen is. Een heel moeilijk, triest verhaal. Want ook al weet hij dat hij niet anders kan. Zijn hele omgeving beschuldigt hem. En ja, het is werkelijk, het is heel moeilijk voor hem. Het gaat goed met hem. En hij zegt tegen Ed, maar hij zat in de war, welke wetten uit de Bijbel gelden dan wel voor ons? En toen gaf ik hem het antwoord, lieverd, niet één. Er zijn geen wetten voor ons christenen. Dat is het ernstigste misverstand wat mij betreft, wat in de religie van het christendom is binnengekomen. Ons geloof is zo ontzettend uniek, omdat wij geen geboden hebben. Het gebod in de Bijbel, wat geboderig klinkt, is, en ik citeer hier een hervormd theoloog, een praktische concretisering van het ene gebod in een bepaalde situatie. Er is namelijk maar één gebod. Dat zegt Jezus, maar die heeft het van een schriftgeleerde, die heeft het weer uit het Oude Testament. Dus heel de Bijbel, Oude Testament en Nieuwe Testament, Jezus en de apostelen, zeggen er is maar één gebod. Ik hoef je niet te vertellen welk. Ik noem het in mijn boek Liefde 3D. Dat je het niet verward met een soort Hollywood moraal. Liefde 3D. Liefde voor God, van God, voor je naaste en vergeet alsjeblieft de derde niet, jezelf. Ja? Al het andere, zegt Jezus, wat gezegd wordt, hangt aan het ene. Is een duiding van het ene. Een toepassing in een situatie van het ene. Nou, God geeft dan wetten in het boek Leviticus. Ja, noem dat maar wetten. Daar zit een lading onvoorstelbare medische wetten bij, waarvan wij vandaag de dag van allemaal weten dat ze het volk van Israël gezond hielden. Wij weten van bacillen, bacteriën. Wij weten hoe je met uitwerpselen om moet gaan. Wij weten dat je roofdieren, roofvogels in leven moet laten, want die vreten de rotzooi op. Alles, wij weten dat je zeker in de omstandigheden van de woestijn geen oesters en andere schaaldieren moet eten, want dan kun je er zeker op wachten dat je doodgaat. Dus alles wat er in Leviticus staat over praktische voorschriften is voor ons bekend materiaal. Er is natuurlijk bekend dat in de tijden van de pest, waar een derde van de mensheid geloof ik gestorven is aan de pest, de orthodoxe joden in leven bleven. Waardoor het volk nog kwaaier werd op de joden. Waarom bleven ze in leven? Dat wisten ze zelf ook niet. Ja, zij zeiden, de God van Israël zal ons wel gezegend hebben, maar het was vrij simpel. Wat doen joden tot de dag van vandaag, omdat God het heeft gezegd voor ze eten? Handen wassen. Wisten zij veel, God had gezegd. Dat was een gebod, dat was een wet. Nou, niemand van ons waagt het vandaag de dag om zo van het toilet aan tafel te gaan zonder je handen te wassen. Ik was pas in een restaurant, daar stond het ook nog expliciet. U heeft toch wel uw handen gewassen, dacht ik. Getsie, zijn er dan klanten die... Nou ja, goed. Ja, dus... Ik barbecue en grill 3 keer per week, meestal alleen maar vis hoor. Maar ook bij de vis is het zo dat ik perfect weet hoe je kruisbezetting moet voorkomen. En vroeger, ik heb het door schadershanden geleerd, ik weet precies hoe je dat moet doen. Ik weet hoe het zit met bacillen, ik weet bij welke temperatuur ze doodgaan. Wij weten er alles van. Israël wist het niet, maar ze wist het van God. Dus een massa van die wetten uit Leviticus en Deuteronomium is goudmateriaal als je wil aantonen dat de Bijbel niet zomaar van omlaag gekomen is. Niet uit het brein van mensen, maar van omhoog. Het is gewoon hard bewijsmateriaal dat de Bijbel geïnspireerd is. Wij vinden een aantal regels voor Israël terug in het boek Leviticus, waarvan we nu weten dat ze rechtstreeks uit Egypte kwamen. Ze waren zo uit Egypte overgenomen. Nou, dat is niet vreemd,
Want wie heeft ons die wetten gegeven? Mozes. Waar is die opgegroeid? In Egypte. Dus Mozes heeft heel veel sociale wetten zo meegenomen uit Egypte. Die waren niet geïnspireerd. Maar wat de medische feiten betreft, gaat Mozes niet mee met Egypte. Gelukkig maar, want was het volk van Israël gestorven. Want de Egyptenaren wisten nergens wat van af. En de voorschriften die zij hadden over wat je moest doen, bepaalde ziektes, nou, die vermoorden de mensen wat. Nee, daar kreeg Mozes letterlijk inspiratie van God. Over bacteriën, over ziekteprocessen. Dus, maar voor ons zijn ze niet meer nodig. Ik ken mensen die nog steeds geen oesters eten. Ik snap dat je ze me niet lekker vindt. Ik ben daar verslaafd. Maar oesters zijn ontzettend gezond. En mosselen behoren tot, het zijn superfood. De gezondste, een van de gezondste dingen die je kunt eten. Je moet alleen, je moet ze goed koelen. En je moet opletten, niet bedorven zijn, want dan ben je ziek. Verschrikkelijk. Dus wat hebben we allemaal, die middelen, koelen en dergelijke. Varkensvlees vandaag de dag, het is niet het beste vlees, want het is vrij vet. Ik eet het zelf niet omdat het vet is. Maar het is gewoon gezond. Want de strychnine die er in de dagen van Israël in zat, zit er bij ons niet meer in. Er is geen voedselwet te vinden, geen reinheidswet, of je ziet waarom. Vandaag de dag. Nou, maar er zijn er ook een hoop, ja, die lees je nooit en hoor je nooit een preek over, want daar schaam je je voor. Er zijn zelfs zeer onethische wetten in de Bijbel. Waar je me echt niet over hoort preken, is bijvoorbeeld het gebod voor het zwagerhuwelijk. Dat kan je echt niet maken natuurlijk, hè? Dat hebben we vorige keer al gezien. Dat je de weduwe van je broer erbij moet trouwen, terwijl je al één of twee vrouwen had. En haar moet bevruchten. Ja, dat was de fout van Onan, die dat niet deed. Dat was het zogenaamde zwagerhuwelijk. En God strafte Onan dat hij het niet deed. Maar vandaag de dag zou hij gestraft worden door de wet als hij het wel deed. Want dat mag niet van onze Nederlandse wet. En terecht niet. Nou, het wemelt van zeer onethische regels in het Oude Testament. Die vandaag de dag niet alleen achterhaald zijn. Maar ik zou er wel over kunnen preken, omdat je ook hier prachtig ziet dat God zijn woord openbaart in een situatie die zo ver van ons afstaat. Kun je niet voorstellen. Waar God als het ware moet roeien met de middelen die hij heeft. En ook niet meteen de volle waarheid op het volk kan pletteren. Maar een beetje bij beetje geeft, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 1, God in het Oude Testament heeft zichzelf beetje bij beetje fragmentarisch geopenbaard tot zijn volle foto verscheen in de Zoon Jezus. Dus in het Oude Testament zie je dat. Nou, ik noem je een paar voorbeelden. Iemand heeft het voor me opgezocht. Nou, er staat in de wet dat homoseksueel handelen verboden is. Ja, het had te maken met de Moloch-aanbidding. Maar er zijn veel dingen. Er zijn wetten voor het brandoffer. Hebben we hier staan? Oh Henk, sorry, dat is artikel 1. Ja? Wetten voor het brandoffer, niet meer van toepassing. Wetten voor het spijsoffer, niet meer van toepassing. Wetten voor het dankoffer, niet meer van toepassing. Hier is geen christen ook die het doet, hè? Ik weet niet of je op YouTube het filmpje gezien hebt van die Amerikaan die een jaar lang de hele Bijbel wilde gehoorzamen, weet je nog? Die aangetoond heeft dat je niet eens bij de eerste twee pagina's verder komt, dan loop je al vast. Het kan niet. Dus hij zei, niemand is bijbelgetrouw. Het kan ook niet, het is strafbaar. Ja. En bijbelgetrouw is een van de lelijkste woorden die er bestaan. Citaat van dominee J. Overduin. Nou, wetten voor het zondoffer, ook niet meer van toepassing. Gelukkig maar, want ik zou het verschrikkelijk vinden als we dieren moesten slachten. René, schuwelijk. Ja, meen ik echt. Ik vind het afschuwelijk. Ik ben de eerste die ervoor zou stemmen dat dat in de Nederlandse wet verboden wordt voor Joden en voor moslims. Ook voor Joden. Ik vind het gewoon gruwelijk. Bovendien, elke keer als je een dier slacht voor je zonde, verklaar je het offer van Jezus ongedaan. Dus ik vind het echt nee. Strafmaat voor diefstal en leugens. Ja, heel specifiek wat je moest doen. Bij de ene daad dan kreeg je 3 straf, allemaal achterhaald. Wetten voor het bereiden van het brandoffer, niet meer van toepassing. Wetten over reine en onreine dieren, alleen toepassing voor Joden. Wetten voor reiniging van kraamvrouwen kunnen nu als vreemd en discriminerend worden opgevat. Haal het niet in je hoofd. Een deel van de oogst laten staan voor de armen. Nu niet meer van toepassing, maar toen wel sensationeel. Dat is nou weer zoiets. Afgevallen oogst laten liggen voor armen. Hetzelfde. Verschillende beesten mogen niet samenwerken. Nou ja. Geen 2 verschillende zaden tegelijk zaaien. Biologisch achterhaald, niet meer van toepassing. Sommige van de wetten vertelden iets. Daar kan je prachtige preken op maken. Alleen kleding van 1 grondstof. Welke christen let op de labels van zijn kleding? Nou, gegarandeerd dat er van nu op het internet mensen zijn die dit lezen. Ik zeg het tegen je en vanaf deze dag ga je eraan houden. Zulke christen heb je.
Oh, dank je, Ed Meendering, dat je heb ik niet, ik ga het lezen in Leviticus 19. Ja, dan mag het. Echt, ze gaan het echt doen. Ze gaan een boekje schrijven over dat je op je kleding moet letten, want Gods woord heeft gesproken. Ik maak geen grappen. Ik maak geen grappen. Zo krankzinnig is het religieuze vlees in ons. Nou, oftewel de geboden mens, de homo nomus. Oké. Overspel met een dienstmaagd, slavin, wordt alleen bestraft met geeseling in plaats van de dood bij seks met een vrij iemand. Klasseonderscheid zou juist zwaarder bestraft moeten worden. Gij zult de hoeken van uw hoofd rond niet afscheren. Wat was dat nou weer? Seks met een ongestelde vrouw leidt tot verbanning. Horen we ook nooit iemand over. Kreupelen, blinden en andere gehandicapten, extreem lange of dwergen mensen, mogen niet aan God offeren. Wel eens een preek over gehoord? Maar wel over homoseksuelen. Die wel. Raar, hè? Dat selectieve bijbelgebruik. Gemeen, hè? Dat selectieve bijbelgebruik. Crimineel, hè? Neem dan de hele Bijbel. En ga ook tegen de blinden zeggen, de gehandicapten, dat ze niet aan God mogen offeren. Dan ben je goed bijbels bezig. Bijbelgetrouw. Wees dan consequent. Maar slinger er niet de homoseksuelen uit om hen te pakken en te verbranden en laat de rest dan gaan. Neem dan alles serieus en dan mag er vandaag de dag geen blinde, geen gehandicapte of een erg lange of kleine mens in de kerk komen. Ja, misschien wel komen, maar niks doen. En zeker niet aan het avondmaal. Dus als we dan homoseksuelen zouden willen, weer aan het avondmaal, oké, mag ik dan alle blinden, alle gehandicapten weren? Want ik wil bijbelgetrouw zijn. Discriminatie. Ja, en er staat hierachter wel een tekst die het in de Tweede Wereldoorlog wel deed bij bepaalde christelijke groepen. Want de nazi's waren zo christelijk als maar was natuurlijk. Hè? Ja, dat viel goed en de kerk versterkte het ook nog. Weg met die mensen. Genetische defecten, hup, weg ermee. Dus, nou, je kunt thuis al die teksten lezen en dan kun je het nog eens zien. Maar, even kijken hoor. Heb ik hier nog een paar staan die er niet in staan. 21 vers 20 hebben we. Er staan ook hele rare dingen bij. Ik mag jullie even herinneren aan de prachtige preek van Dennis destijds. Waar hij aantoonde dat in het Oude Testament duidelijk stond dat ook mensen met twee geslachten of zonder geslachten. Ja, met twee geslachten of zonder geslachten. Niet aan de Heer mochten offeren, ook niet in de tempel mochten komen. En dat Dennis gaf feilloos aan dat een latere profeet dat helemaal op zijn kop zet. En zegt die mensen die krijgen de eerste plaats. Dus binnen de Bijbel zelf zie je dat de Bijbel zichzelf lijkt openlijk tegen te spreken. Toen heeft Dennis keurig uitgelegd dat het niet tegenspreken is, maar een voortgaande openbaring. Iets wat elke theoloog weet. Een voortgaande openbaring. Een openbaring die steeds voller wordt en steeds meer naar één punt toe gaat, dat is Christus en de liefde. Daar eindigt het dan. Daar is het volmaakt geworden. Ondertussen beweegt het daar naartoe in het Oude Testament. En vind je de sporen van. Prachtig om te zien. Ja. Dus, maar wie het Oude Testament letterlijk gaat nemen, die kan een brokken maken, ongelooflijk. Die kan in de gevangenis eindigen. Ja. Dan heb ik nog niet eens over wat ik vorige keer ook zei, over het feit dat toen Sacha Baron in de film Borat, ik vond het een meesterlijke film, echt geniaal, maar goed, ik mag niet meer kijken, allerlei christenen over hem heen vielden, omdat daar Borat kwam uit Kazachstan of zo, en die nodigde een Amerikaanse dominee uit bij hem op bezoek te komen thuis in Kazachstan. En in die films, het is allemaal waar gebeurd, want Borat had maar één actrice ingehuurd. Dat was Pamela Anderson, blijkt later. Al die mensen deden gewoon echt mee. Het was niet geacteerd. Dat maakt de film extra knap dat je die mensen zo ver kreeg. Maar Borat zegt, and you come and visit my house, you get in my house, you get on my table, you get on my food, you get on my bed, you get on my sister. Nou, dat vonden mensen niet leuk. Dus je mag mijn sister hebben voor de seks. Hè? Maar jongens, in jullie Bijbel staat het prachtig hoor. Dat gastvrijheid belangrijker was dan de maagdelijkheid van je dochters. Teksten die we allemaal liever niet lezen. En ook maar hopen dat de buitenstaander ze niet leest, want dan ga je goed voor gaas. Nou, maar we lezen wel de teksten over homoseksuelen, die dan in de context staan van tempelprostitutie. Dus Leviticus 18 heeft een direct verband met Deuteronomium 23. Even kijken. Heb ik Henk de goede? Ja. Oh, Lucas 11 vers 7, dat was ik niet kwijt was, Henk. Goed zo. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want ik was hem kwijt. Ben je helderziend? Ja. Hoe heb je dat nou gedaan? Nou, oké. Okay. Ik kon het nu weer vinden, ja. Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven, ja, zelfs geheel door kloven hoeven, heet meneer Koud, onrein zal het voor u zijn.
Mijn inzettingen zult gij bewaren. Gij zult van uw vee niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien. En een kleed uit tweeërlei stof vergaderd zult gij niet dragen. Het is wachten tot de eerste zich meldt die er een boekje over schrijft, dat je als christen je daaraan moet houden. Ik maak geen grappen. Leviticus 21, vers 20. Of een bultenaar, of een uitgeteerde, of iemand die een vlek op zijn oog heeft. Zo. Of die uitslag of huidziekte heeft. Ik zie de helft van mijn gemeente buiten blijven nou hoor. Ik weet heel wat. Of die geschonden is aan de geslachtdelen. Mag niet in de aanwezigheid van de Heer komen. God is namelijk heilig. Dominee, het is wel een heilig God hoor. En als ik dan hoor welke mensen bij u in de kerk mogen komen. Nou, dan bent u een heiligingskerk. Ik zeg, welke mensen bedoel je dan? Nou, is natuurlijk maar één groep. Ik zeg, maar de blinden mogen ook komen hoor. En die met een vlek op hun ogen. Bovendien zie ik bij jou ook iets wat niet klopt. Hoe kom je in die uitslag? Uitslag, zeker allergisch hè. Ook niet komen. Avondmaal voor niemand. Al voordat ik dit standpunt heb vanavond over homoseksualiteit in de Bijbel. En nog een heel ander standpunt had, omdat het mij zo was geleerd, kan niet anders zeggen. En ik alles geloofde dat mij was geleerd, want ik was een buitenstaander. Toen heb ik al, vanaf het begin dat deze gemeente begon, hard gemaakt. En ik moest me hard maken, want ik kreeg ruzie in de kerkenraad toen. Twee mensen zijn al opgestapt, die zijn naar België gegaan. Omdat ik zei, als homo's en samenwonenden niet aan mijn avondmaal mogen, bedien ik het niet meer. Want dan mag ik ook niet, omdat ik toevallig hartstikke hetero ben. Ja, dus... Nou, daar heb ik echt mijn hart voor moeten maken. Toen heb ik dat hier erin gekregen. Sinds die tijd is het eigenlijk geen issue meer geweest. Maar in het begin heb ik daar behoorlijk veel narigheid mee gehad. Ik vond het oneerlijk. Ik zeg, als je dan zegt, alleen wat... En ik zie iemand nog zo staan, een vrome zuster. Alleen heilige handen mogen bij de Heere komen. En ik heb, sorry, ik zeg, zijn jouw handen heilig dan? Nou, dat was raak natuurlijk. Letterlijk raak, als je even doordenkt. Maar daar kon ik zo kwaad aan worden. Dus men haalt dat ene eruit... Ja? En die ene groep moet zich natuurlijk in het Koninkrijk van God verschrikkelijk hebben gevoeld. Niet de blinden, want die werden er niet uitgehaald. Niet de mensen met een vlek op hun oog. Maar de ene groep homoseksuele gelovigen. Het is mij een godswonder, dat zeg ik echt. Ik heb het tegen Hans gezegd in de kerk toen. Dat er vandaag nog zoveel homoseksuele christenen zijn die serieus geloven. En bij een kerk willen horen. Dat is volgens mij voor God 10 keer meer waard dan dat ik bij de kerk wil horen. Want dat je reden hebt om nooit meer iets met de kerk en christendom te maken te hebben, nou neem van mij aan. Dus het is een wonder van genade dat er nog zoveel serieus gelovige, kerkgetrouwe homo's en lesbiennes zijn. Oké, okay. Handelingen. Nou, daar zie je dan, ik ga het niet lezen, want die tijd hebben we niet. Dit is het verhaal van de kamerling uit Morenland. De preek van Dennis sloeg er ook op. Dit is zo'n figuur, zo'n... gecastreerde figuur die niet in de tempel van de Heer mag komen. Het is niet voor niks dat het er expliciet bij staat. En dat de apostel ook zegt, wat is er op tegen om gedoopt te worden? Niks. Dus daar zie je die voortschrijdende openbaring. In Leviticus mocht deze man niet eens in de buurt van de tempel komen. Mocht geen offers brengen. Dan bij de tijd van de profeten krijgt hij een ereplaats in de tempel. En dan bij de tijd van Jezus en de apostelen is er geen enkel onderscheid meer. En het wordt expliciet gezegd, deze eunuch mocht zomaar gedoopt worden. Kijk, als je het niet weet, waarom moest het erbij staan? Wij zouden al zeggen, waarom zou die man niet gedoopt mogen worden? Zo is het veranderd. Maar voor de mensen toen was het een godshoop, mocht hij gedoopt worden? Want ze hadden schrift op schrifttekst staan, maar het stond dat het niet mocht. Snap je? Nee, zeggen de apostelen. Nu wel. Nu wel. Want we zijn geëindigd bij de liefde. Daar beweegt God ons heen. Die hebben we in Christus gezien. Even kijken waar ik ben. Want het hele verhaal van handelingen sla ik me even over. Ja, sorry Henk, dat je toch moest oplopen. Deuteronomie 23. Ja. Deuteronomie 23. Er zal onder de dochters van Israël geen aan ontucht gewijde vrouw zijn. Let op het woord. Dit is niet zomaar een hoer, maar een... heilige prostituee. Een gewijde prostituee. Het Hebreeuwse woord is kwadesh. Een kwadesh. Vertaling van mijn woordenboek. Een tempelprostituee. Man of vrouw. Dat is het Hebreeuwse woord. Dus er staat, het is goed vertaald door hier. Er staat niet zomaar, je leest zo en je denkt het gaat over hoererij. Nee, het gaat over specifieke hoererij. Onder de dochters, dan zie je dus dat God daarvoor moest waarschuwen. Het gebeurde dus wel.
De Joden vielen voor Moloch bij bosjes. Daarbij moet ik zeggen, tot in de tijden van de Romeinen waren deze tempelcultus populair. Ik snap het wel, want je kreeg gratis seks. En het waren niet de lelijkste vrouwen en mannen. Snap je? Dus ja, die Moloch had iets te bieden wat de christenen natuurlijk niet hebben. Gratis seks met mooie vrouwen. En was je getrouwd? Ook niet erg. Je vrouw accepteerde het, want het was toch een tempelprostituee. Dat ook nog eens erbij. Nou, jongens, welke man? Sorry hoor. Gratis seks en van je vrouw mocht het. Want ze kreeg de zegen van Moloch erbij. Die had haar man verdiend. Bij mijn weten mochten de vrouwen niet naar een tempel. Maar dat weet ik niet zeker, maar ik dacht niet. Dus er zal onder de dochters van Israël geen aan ontucht gewijde vrouw zijn. Geen kadesh. Geen tempelprostituee. Er zal ook onder de zonen van Israël geen ontucht gewijde man zijn. Ja? Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de Heer uw God brengen ter vervulling van een of andere gelofte aan Moloch. Want deze beiden zijn de Heer uw God een gruwel. Is de homoseksuele daad God een gruwel? Dan moet je wel erg trekken en duwen aan dit soort teksten. Nee, dat een Israëliet zich gaf aan de gelofte van Moloch, dat is een gruwel. Ja? Nou, het gaat er niet over, maar die teksten die gaan over vermenging. Hè? Geen twee dieren, verschillende dieren, geen twee zaden, geen twee stoffen. Dat was alleen maar een symbool bedoeld. En daarom zegt God is een gruwel, hij gebruikt het woord gruwel, omdat God geen vermenging duldt in Israël. Vermenging was een groot probleem. Je kunt niet en God dienen en de mammon. Maar Israël deed het constant. Constant. Dus het was die vermenging van godsdiensten die God een gruwel is. Niet een homoseksuele daad. In dit geval is er ook aan mijn gesproken, want het is gewoon een hoerendaad dan voor een tempelprostituee. Dus het woord is hier, het slaat dus niet op homoseksualiteit. Tempelprostitutie. Dan gebruiken wij ook in onze Nederlandse taal het woordje sodomiet. En het woord mietje. Allemaal leuke woorden die voortkomen uit het Bijbelse begrip een inwoner van Sodom. Want volgens de meeste mensen, ook christenen, is een sodomiet een homo. Dan zeg ik je, we hebben niet de tijd alle teksten opzoeken, maar we pakken een paar. Wijs mij één tekst dan aan over Sodom en Gomorra waar dat staat. Het staat nergens. Het staat nergens. Genesis 13, vers 13. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heere. Dat is duidelijk. Later wordt het uiteengezet, dan zie je wat die zonden waren. Nou, dat waren de bekende zonden. Ja. Er staat niet, maar ik las een preek in de Amerikaanse kerk waar gewoon de prediker zei, kijk, dat was homoseksualiteit. Deze tekst. Dus hij zegt, zie je dat het zonde is? De Bijbel is duidelijk over het feit dat homoseksualiteit zondig is. Kijk maar. Nou, ik kijk. Ja. Ik zie dat ik zondig ben. En wij allemaal. En dat God daar een grandioze oplossing in de wereld heeft gebracht. Christus Jezus. Vergeving en verandering. Nou, dus ook hier om dus van die mannen van Sodom homo's te maken. Nou ja, jongens, volgens mij ben je zelf niet trouw aan je eigen gevoelens dan als je dat doet hoor. Deuteronomium 29. Ik word iets te fel, want ik zeg nu al, ik heb deze dingen ook geloofd. Het is mij vroeger ook zo verteld. Ja? En ik las het ook zo. Voordat mij de ogen open gingen. Deuteronomium 29. En gij hebt de gruwelen en afgoden gezien die men bij de mannen van Sodom vindt. Gruwelen en afgoden. Het is mij een gruwel als een Israëliet ook Moloch dient. Ik kan me iets bij voorstellen. Ik vind het woord gruwel daar niet slecht. Dat God daarvan gruwelt, toch? Hij is je man, hij is je echtgenoot, hij houdt van jou alleen. Hij wil jou voor hemzelf en jij gaat naar een andere toe. Ja? Omdat je seks voor niks krijgt. Lekker zeg. Dus dat God het een gruwel noemt, dat snap ik. Vind ik niet verkeerd. Je hebt de gruwel en afgoden gezien die men bij hen vindt, mannen van Sodom. Hout en steen, zilver en goud, afgoden. Laat er daarom onder u geen vrouw, geen geslacht of stam zijn, wier hart zich nu van deze Heer onze God afwendt om de goden van deze volken te gaan dienen. Laat er onder u geen wortel zijn die gif of alsem voortbrengt. Maar als iemand bij het horen van deze vervloekingen meent dat hij gezegend zal blijven door de zegen van Moloch en zegt, ik zal vrede hebben wanneer ik in de verstoktheid van mijn hart wandel, waardoor hij verdelging brengt zowel over het bevloeide als over het dorre land.
Dan zal de Heere die man niet willen vergeven, maar zullen de toorn en de ijver des Heeren tegen hem branden. Heel de vloek die in dit boek opgetekend staat zal op hem rusten. En de Heer zal zijn naam uitwissen onder de hemel. Dit is harde oud-testamentische taal. Daar gaat het vanavond niet over. Maar het betekent gewoon dat God dit voor de mensen niet wil. Hij weet wie Moloch is. En Moloch geeft gratis seks. En Moloch is zeer verleidelijk. Maar Moloch is een demon. En wie zich met een demon inhoudt, krijgt misschien wel even een lekker gevoel, maar krijgt daarna een aantal vervloekingen op zijn nek die hij niet wil hebben. Dus God waarschuwt Israël ernstig. En dat God het ernstig moest doen, dat blijkt wel, omdat ze het toch steeds weer deden. Dus snap je die harde taal? Ja? En het werkte nog niet hoor. Ze deden het toch nog. De Heere zal hem met alle stammen van Israël afzonderen ter verderven overeenkomstig alle vervloekingen van het verbond dat ik in het wetboek beschreven heb. Et cetera, et cetera, et cetera. Kijk of het nog verder gaat. Ja. En de hele bodem, zwavel, zout en vuurbrand is dat hij niet bezwaaid wordt, niets laat uitspuiten, geen gewassen op opschiet. Zoals toen Sodom en Gomorra, Adma en Zebom ondersteboven gekeerd werden. Die de Heere in zijn toorn en grimmigheid ondersteboven gekeerd heeft. En dan zullen alle volken zeggen, waarom heeft God zo dit met het land en ook Sodom en Gomorra gedaan? Wat betekent deze geweldige brandende toorn? Men zal antwoorden, omdat zij verlaten hebben het verbond van de Heer, de God hunner vaderen. Het verbond dat hij met hen gesloten had toen hij hen naar het land Egypte leidde. En omdat zij andere goden zijn gaan dienen en zich daarvoor hebben neergebogen. Goden die niet ze gekend hebben en die hij hun niet toebedeeld had. Dat deden de mannen van Sodom en Gomorra. Daarom heb ik de stad vernietigd, zegt God. Niets over homoseksualiteit. Helemaal niets. Nog een paar. Ik heb ze uit alle Bijbelboeken genomen, zodat je ziet dat het niet een enkel woord is, maar steeds weer. Jesaja 1. Indien de Heer der Heerscharen ons niet enige weinige ontkomen had overgelaten, waren wij als Sodom geworden aan Gomorra gelijk. Hoort het woord des Heeren, bestuurders van Sodom, neigt uw oor tot onderwijzing van onze God, volk van Gomorra. Waartoe dient mij de menigte uw slachtoffer, zegt de Heer. Overzadig ben ik van de brandoffers van rammen en het vet van meskalveren. En aan het bloed van stieren, schapen en bok heb ik geen welgevallen. Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u verlangd mijn voorover plat te treden? Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen. Gruwelijk reukwerk is het mij. Weer die gruwel. Zo zit je bij Moloch en zo zit je bij mij. Nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten, ik verdraag het niet. Onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwe maansdagen en uw feesten haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij een last. Ik ben moeder ze te dragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg. Het gaat over Sodom en Gomorra, hè? Door Jesaja aangehaald. Houd op kwaad te doen, leert goed te doen, tracht naar recht, houd de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe. Dit zijn dingen waar het om draait, lieve mensen. Hier heeft God mij helemaal. Dit is actueel. Ja? Doet recht aan de arme mensen. Laat liefde vloeien. Het woordje gesed wordt nog eens gebruikt. Verbondsliefde. Dus hier zie je, het beweegt allemaal naar de liefde toe. En Moloch en liefde verdragen elkaar niet. Ja, seksuele liefde. Moloch kan het woord liefde niet eens uitspreken. Moloch is een haatgod. En de aanbidders van Moloch haten mensen. Want je gaat met Moloch om. Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, etc. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede eten. Vers 21, hoe is de getrouwe vest dat er ontuchtige geworden? Oh, zegt de Amerikaanse dominee, zie je waar het om ging? Om homoseks, ontuchtige geworden, hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor de tempelprostituee. Die vervuld was van recht en waarin gerechtigheid overnacht en nu enkel moordenaars. Uw zilver is met zijn onzuivere bestanddelen vermengd. Uw edele wijn is met water vervalst. Nou Henk, gruwel hè? Ja. Uw vorsten zijn opstandelingen en metgezellen der dieven. Ieder van hen is belust op geschenk en jaagt beloningen na. Aan de wees doen zij geen gerecht en de rechtszaak der weduwe vindt bij hen geen gehoor. Dat was Sodom en Gomorra. Dat zijn sodomieten. Dat zijn mietjes. Die mensen geen recht doen. Die liefde niet laten vloeien. Die met twee goden of meer huizen.
En ook nog eens een keer de God van Israël willen dienen, terwijl ze net uit de tempel van Moloch komen. Jesaja 3. Want Jeruzalem struikelt en Juda valt, omdat hun woorden en daden tegen de Heere zijn en zij de blik zijner heerlijkheid tarten. Hun partijdigheid getuigt tegen hen en hun zonde verkondigen zij onverholen, evenals Sodom. Dus nu horen we de zonde van Sodom weer. Wee hun, want zij berokkenen zichzelf onheil, zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht van zijn daden eten. Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden. De tirannen van mijn volk zijn kinderen en vrouwen overheersen het. Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg. De Heere maakt zich gereed om zijn rechtsgeding te voeren en hij staat klaar om volken te richten. De Heere zal in het gericht gaan met de oudsten en vorsten van zijn volk. Gij toch, gij hebt de wijngaard verwoest. Wat de ellendige ontrooft is in uw huizen. Wat bezielt u dat gij mijn volk vertrapt en ellendige mishandelt, luidt het woord van de Heere de Heerschaar. Daarom heb ik Sodom en Gomorra vernietigd. Vanwege het onrecht wat bij iedereen, zoals ze weten, welig tierde. Het was niet meer te redden. Iedereen had gered kunnen worden. Zo is God. Maar nee, ze bleven bij Moloch en bij hun zonde. Amos als laatste. Alle teksten over Sodom en Gomorra. Nergens gaat het over homoseksualiteit. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan. Kijk, nou spreekt God tot de koeien. Die woont op de berg van Samaria. Gij die geringen verdrukt en armen vertrapt. Die zegt tot uw heren, breng aan dat wij drinken. De Heer heeft gezworen bij zijn heiligheid. Voorwaar, zie, dagen zullen over u komen dat men u het angels zal optrekken. En wie van u overblijven met vishaken. Door de bressen zult gij uitgaan, elk recht voor zich heen. En gij zult weggesleept worden naar Ha-Harmon. Luid het woord des Heren. Komt naar Bethel en pleegt afval, naar Gilgal, vermeerdert de afval. Brengt des morgens uw slachtoffers op de derde dag uw tiende. Vers 6, ik echter heb u gegeven reinheid van tanden in al uw steden en brood gebrekt. Ergens gaat het over Sodom en Gomorra, maar ik lees niet eens verder meer. Even kijken hoor. Even kijken waar het op staat, dan weet je waar het over gaat. Het is allemaal hetzelfde. Dus ja, vers 10. Ja. Ik heb onder u een omkering aangericht, gelijk God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, zodat gij gelijk zijt geworden aan het brandhout uit vuur gerukt. Toch heb gij u niet tot mij bekeerd, laat het woord des Heren. Net zoals destijds bij Sodom en Gomorra. Opeenstapeling van zonde, vooral onrecht. Het geen recht doen aan de arme mensen. Ezekiel, of, dit nu was de zonde van Sodom, letterlijk. Letterlijk, die heb ik er niet eens bij staan. Ja. Over het onrecht. Ja, klopt, onrecht. Ja. Ezekiel, ja, dus alle profeten hebben het erover. Het wordt vaak als voorbeeld gebruikt natuurlijk. Ja, dus als je, wat is de zonde van Sodom en Gomorra? Onrecht. Oftewel, beter nog, liefdeloosheid. Het ene gebod verzaken. Liefde voor je medemens en liefde voor God. Ook liefde voor jezelf, want je ging eraan kapot. Oké. Nou gaan we naar een hele beruchte. Als ik Paulus spreek in de hemel, zeg ik, jongen, ik snap je wel, ik ben een theoloog, maar had hier toch even nagedacht hoor. Gelukkig was Paulus een mens. Maar, want ik snap hem wel, en met mij alle theologen, maar jullie snappen hem niet. Romeinen 1, vers 18 tot 32. We lezen het maar even. Want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen, ik heb hier een bijbelstudie over gehouden, toen zei ik, hier maakt Paulus toch een inschattingsfout, maar die kan je hem vergeven, want hij leefde niet in onze tijd. Wij hebben vandaag de dag namelijk wel heel serieuze en oprechte atheïsten. Ik las vanmiddag net weer een boekje van iemand die zegt, als God echt bestaat, had hij zich beter kenbaar kunnen maken, moeten maken. Maar heeft hij niet gedaan. Ik kom God nergens in de natuur tegen, zeggen miljoenen atheïstische wetenschappers. Er zijn ook gelovige wetenschappers, die komen er wel tegen. Maar ik wil even aangeven dat Paulus' argument hier vandaag niet meer opgaat. Hij zegt namelijk dat de mensen door de natuur God kunnen kennen. Maar ik ken heel veel mensen die de natuur bestuderen en zeggen, ik zie God nergens. Ik ken er ook die God wel zien. Maar goed. Vers 20, want hetgeen van God niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Dus Paulus zegt, als iemand dat niet met zijn verstand doorziet, mag hij geen wetenschapper heten. Nou ja, ik durf het niet eens op te lezen. Dat klopt niet meer. Zodat ze geen verontschuldiging hebben.
Die hebben ze wel, want ze komen God niet tegen. Nogmaals, het is dus geloof. Er zijn wetenschappers, er zijn iets meer wetenschappers die wel geloven dan die niet geloven, hoor. Maar dat doet er verder niet toe. Het is geen race. Maar ja, de een gelooft de ander niet. Maar de wetenschapper die in God gelooft, komt God overal tegen. Paul Davies, kwantumfysicus, spreekt over God in de moderne natuurkunde. Maar er zijn ook kwantumfysici die zien die vreemde verschijnselen wel, maar God niet. Ze zien God in de natuur, niet oprechte mensen. Geen goddeloze mensen, zoals Paulus ze noemt. Nou. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijk of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. En het is duister geworden in onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God. Nou komen we weer op die afgoderij, je let goed op. Ze hebben de onzienlijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, viervoetig en kruipende dieren. Afgoderij. Daarom heeft God hen, vanwege die afgoderij, in hun hartstochten, dat wilden ze namelijk, overgegeven aan onreinheid. Zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Is het woordje porneia, hè? Weet je van vorige keer? En porneia was alle seksualiteit buiten die van een eigen partner. Ook als je meerdere partners in een harem had. Dat klinkt gek, heb ik toen gezegd. Dan nog was het hebben van seksualiteit met iemand anders dan een van je partners porneia. He, dus het is vertaald met hoererij op veel plaatsen. Dat is fout, hè, omdat het niet hier gaat om betaalde seks, maar gewoon alle seksualiteit die beleefd wordt buiten een relatie. Niet zozeer het huwelijk, heb ik gezegd, want het huwelijk was er niet altijd. Maar buiten een relatie. Hetgeen door elke niet-gelovige mens die ik tegenkom begrepen wordt. En ook wel wordt toegegeven dat het niet klopt en niet goed voelt. Maar goed. Dus even kijken, vers 25. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Dus de leugen is wat? Dat God geen God is en andere afgoden wel. Zie je het? Dat is de leugen. De schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hun overgegeven aan schandelijke lusten. Want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Hier zie je het. Tegennatuurlijk. Het gaat in de eerste plaats om de tempelprostitutie die door de hele Bijbel heen galmt. En de tweede plaats om een tegennatuurlijke handeling voor jou. Eveneens hebben de mannen natuurlijk omgaan met de vrouw opgegeven. Nou, ik spreek namens alle homo's die ik gesproken heb. Voor een homofiele mens is het seks hebben met het andere geslacht tegennatuurlijk. Er zijn er die door het geloof dat zichzelf opleggen. Ik heb met mijn vriendenkring. Maar ze worstel ik elke dag. En ze lijden intens. De meeste huwelijken van deze soort, helaas, zijn nu kapot. Ja. Omdat elke psycholoog je kan vertellen, als je gevoelens moet onderdrukken, wat gaan ze dan doen? Ze worden steeds sterker. Ja. Dus dit is tegennatuurlijk. En zo wordt, en ik heb vroeger aan meegewerkt hoor, ja, zo... Er wordt van je gevraagd wat je op dat moment kent. Ik heb eraan meegewerkt, vroeger. Mensen wordt geleerd tegen hun natuur in te gaan, zelfs met bijbelteksten. Ga nou tegen je geaardheid in, God geeft je de kracht. En misschien heb je het getuigenis gezien van die voorzitter van die stichting, die nu op latere leeftijd toch bij zijn vrouw weg is gegaan. En excuses aanbiedt aan alle die op het verkeerde spoor heeft gezet. Maar hij zegt, ik was oprecht, wij geloofden echt dat God je van die gevoelens kon bevrijden, zei hij. We geloofden dat oprecht. Dus maar vergeef mij dat ik je op die weg gezet heb. En je met bijbelteksten tot een tegennatuurlijke houding gedwongen hebt. Die mij nu opbreekt, zegt hij. Ja, dus ik heb net contact ook gehad met iemand die ik goed ken. Hij houdt van zijn vrouw, hij houdt van zijn kinderen. Ze gaan ook waarschijnlijk niet uit elkaar. Maar hij is homo, homo, homo. En hij heeft het aan zijn vrouw nu verteld. Grote crisis natuurlijk. Ze gaan niet uit elkaar. Dat kan natuurlijk hoor. Dat is, ja, natuurlijk. Die keuze is er. Maar het is voor haar ook moeilijk. Andere situatie die ik met vrienden heb is waarbij de vrouw, dat is heel bijzonder, als je het eerst hoort denk je dit kan niet, maar daarom moet je goed naar mensen luisteren, waarbij de vrouw, de man in kwestie blijft bij zijn vrouw en kinderen, maar heeft een relatie met een man hier uit de gemeente die zij goedkeurt. Ze gaan met z'n drieën uit eten. Ja, het klinkt vreemd, vanwege de bizarre situatie. Maar voor de kinderen wil hij thuis blijven tot zij uit huis zijn. Zijn vrouw weet waar hij aan toe is. Deze man is door en door kernhomo, zoals ik het zeg. Door en door. Dus ja, we hebben ze te eten gehad bij ons en dan is het lachen en huilen door elkaar. En dat leert je af om snelle oordelen te vellen, mensen.
Iedereen die een snel oordeel heeft op het internet over dit thema, mag ik je toewensen dat je zoon een keer komt, zegt pa, ik ben homo, of je dochter. Dat is het beste wat je kan overkomen. En opeens ga je de Bijbel anders lezen. Ik heb het steeds weer zien gebeuren. Iedere keer weer. Niet meteen, maar iemand gaat pas echt de Bijbel bestuderen, zelf, los van wat hem altijd verteld is, als het zijn vriend is. Ik heb het ook meegemaakt met mensen die gewoon goed bevriend raakten met een homofiele mens. Maar als, zeker als je eigen kind is. Dan zie je opeens dat het allemaal niet zo simpel is. Voordeel van mijn werk. Ik zal niet gauw iets simpel meer noemen. Ja? Dit zijn complexe dingen. Die hebben met de gebrokenheid van de schepping te maken. Ik ben er een preek over bezig, ook over echtscheiding. Waar Jezus duidelijk aangeeft wat God bedoeld heeft, dat weten we. Maar wat nu wel het gevolg is van de gebrokenheid van de schepping. Wat God bedoelt is dat echtscheiding niet voorkomt natuurlijk. Maar wat er gebeurt is dat het wel gebeurt, zegt Jezus. Dat is gebrokenheid. Ja. Dus, oké. Nou, vers 27. Eveneens hebben de mannen natuurlijk om de vrouw opgegeven. Ze zijn wel eens voor elkander ontbrand als mannen met mannenschandelijkheid bedrijven. En daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling zichzelf ontvangen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan wat er schijnt te gebeuren in gevangenissen. Voor mij echt bizar als hetero, maar dat gebeurt dus zo vaak dat het een probleem met worden is, hè, voor de Amerikaanse gevangenis. Dat mannen zo lust, een man is bijvoorbeeld lustgedreven, dat is ons probleem. Bij een vrouw is seksualiteit een ander fenomeen. Veel mooier vind ik, veel goddelijker. Dat maakt ook de vrouwelijke homofilie tot een ander hoofdstuk als de mannelijke. Omdat de mannelijke seksualiteit iets anders is. Mannen zijn lustbeesten. Lustgedreven. Dus het zijn vooral de mannen in gevangenissen die, doordat ze zo lang geen seks kunnen hebben, omslaan naar seks met een andere mannelijke gevangen. Ja, ik denk dat ook een homo zegt, dat moet je niet doen. Want het enige wat hij heeft is lustgericht. De persoon in kwestie is geen homo, heeft ook geen homofiele gevoelens. Er is ook geen liefde. Ja, dus dit snap ik. Maar waar Paulus vooral op duidt, is de situatie van het Romeinse Rijk. He, dus ik was een paar jaar geleden in Griekenland en een vriend van me daar zegt, wat heb ik nou gelezen? Elke Griek heeft er een vriendje bij. Ik zeg, nou, vandaag de dag is niet zo erg meer. Maar in de oude Griekse tijden, mensen, joh, je telde niet mee als je er geen vriendje bij had. Dus het was helemaal geen kwestie of je homofiele gevoelens had, je telde niet mee. Over die tijden spreekt Paulus. En ja, je ging het liefst natuurlijk, in de tijden van wat Paulus schrijft, had je niet alleen Moloch die het deed, want het wemelde van de cultussen, de zogenaamde tempelreligies, die gratis seks aanboden. Men zag dat Moloch daarmee succes had. En Moloch was niet meer de enige die het deed. Dit was het grootste probleem voor de Corinthiërs en anderen. In die tempels gebeurde het. En toen de Corinthische christenen, veel niet-testamentische christenen, tot geloof kwamen, moet je voorstellen, moest Paulus hun zeggen dat je dat niet kunt doen, dat je niet en Christus kunt aanbidden, maar dat het wel vast moet staan welke man bij welke vrouw hoort en dat je niet zomaar met de vrouw van je vader naar bed kan gaan. Dat is wel in de Bijbel. Dan zeggen wij, doe even normaal, joh. Ja, maar die mensen waren niet normaal. Die kwamen uit de volslagen gekte tot geloof in Christus. En de Bijbel was er nog niet en Paulus moest het allemaal maar aan elkaar breien. Dus daar zie je, hè, wat voor situatie er is. Ik heb vorige keer gezegd, kijk maar eens naar een aflevering van die serie van Rome of van Spartacus. Men noemt het pornografische soap. Expliciete seksdaden komen erin voor. Maar het is echt heel goed uitgebeeld. Hoe ernstig het was in het Romeinse Rijk ten tijde van de eerste christenen. Dus, nou, en daar zei het verwerpelijk, achter vers 28, God erkennen. Heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. Nou, waar gaat het om in de Romeinen tekst? Hierover. De mensen aanbidden afgoden. Dan worden ze overgeleverd aan iets wat God wat ze wil besparen. Met als gevolg hebben ze seks met elkaar, met mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, terwijl ze helemaal niet homo zijn. Ja? En vervolgens komt er een hele massa van dingen die hier ook genoemd worden in deze tekst. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, volnijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid. Oorblazers, lasteraars, haters van God, verwaterden, overmoedige grootsprekers, vindingrijk in het kwaad. Hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Nou, volgens mij doet Paulus het best alle zonden die er bestaat op te noemen, maar hij vergeet er één. Welke? Homoseksuele daden. Dus om deze tekst te gebruiken tegen de homoseksuele levensstijl, hoe kan het iemand overkomen? Het gaat over een heleboel andere serieuze zaken. Die het gevolg zijn, die beginnen met het loslaten van de hand van God. Dan word je namelijk aan iets overgegeven. God weet dat. Het is de wet van de zwaartekracht.
Het enige wat God kan doen, en soms moet God brullen: mijn kind, spring niet van dat dak. Beklim geen te hoge berg. Doe het niet, want als je valt, zal mijn wet je vernielen. Ja? Dus vandaar deze harde taal. Dus het gaat om een massa zonde. Vers 32, immers, hoewel zij de rechteis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Ze steken elkaar ermee aan. Situatie van het Romeinse Rijk. In kerkgeschiedenis las ik in een boek van een kerkhistoricus, ik zeg hoe vreemd het klinkt, maar een van de grootste factoren van de explosieve groei van het vroege christendom was die rotzooi van het Romeinse Rijk. De christenen boden daartegenover zoveel reinheid en zuiverheid en normaliteit aan, dat het een enorme evangelisatiekracht had. Helemaal omgekeerd dan vandaag. Ja, dus dat bleek als een, want uiteindelijk, dat zeg ik, ik maak het dus ook mee. Ook de mensen die maar van de ene relatie naar de andere duiken en 's morgens wakker worden in bed met iemand die niet eens herkennen, ja, de moderne levensstijl. Ook die mensen zeggen tegen mij dat ze eronder lijden en verlangen inmiddels naar een huwelijk en een vaste partner. Maar ja, ze zijn veel te ver gevorderd. Ik ken mensen die, zeg ik ook, wat Mick Jagger ook zegt, die gewoon, hij heeft 1000 vrouwen gehad, hè, Mick Jagger. En mannen trouwens. Mick Jagger is biseksueel. Maar Mick Jagger zegt, ik zal ook niet meer kunnen trouwen. Iemand die zoveel relaties heeft gehad, dat is, dan moet God een wonder doen van genade. Maar dat, die is verknipt. Letterlijk verknipt. Dat kan goed komen, moet God eerst een genadewonder doen. Dus dat is het gevolg. Nou, we hebben Romeinen gehad, we hebben het Oude Testament gehad. Dus in Romeinen 1 gaat het 1 om die bekende beruchte tempelprostitutie. In Rome was het er nog voller mee als in het Oude Testament. En ten tweede om homoseksuele daden gedaan door heteroseksuele mensen. Keuzes. En homofilie, lieve mensen, is geen keuze. 1 Timotheus 1, heteroseks, ook niet trouwens hoor. Toen mijn brein begon te werken was ik al verliefd op meisjes. Dat was het eerste wat mij overkwam. Ze heette Yvonne. Sonuki. Ja, ik bedoel, dat is geen verdienste van mij. Dat heb ik nooit gekozen. Dat is er altijd geweest. Maar ik had een vriendje, 4 jaar oud. En ik hoor mijn vader zeggen, die jongen is homo. Mama, wat is dat nou? Ja, dat leggen we je later wel eens uit. Dat was die. 4 jaar oud. Mijn vader zag het. 4 jaar oud. Ja. 1 Timotheus 1, vers 8 tot 11. Dit is eigenlijk een tekst die nergens op slaat, maar omdat die genoemd wordt, noem ik hem. Dus ik wil alle teksten genoemd hebben, zodat niemand straks op het internet komt. Ah, ik heb nog een tekst gevonden. Daarom noem ik hem, maar het slaat nergens op hoor. Maar goed. Wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast. Wel weten dat de wet niet gesteld, let op, de wet is de geboden. Niet gesteld voor de rechtvaardige. De wet is een tuchtmeester tot aan Christus. Het is een schande als in een kerk de 10 geboden worden opgelezen. Meen ik echt. Directe ontkrachting van wat Paulus zegt, de wet is een tuchtmeester tot aan Christus. Ja, maar als je het niet doet, leven de mensen erop los. Ga dan Christus prediken, want dan kennen ze Christus niet. Want wie Christus kent, onderhoudt de wet. Wie Christus kent, onderhoudt de wet. Hier, in zijn hart. En die gaat veel verder dan woorden kunnen eisen. Ja? Zoals een collega van mij zegt, ik heb echt geen wet nodig die zegt dat ik mijn vrouw niet mag belazeren. Zonder die wet zou ik het ook niet doen. Ik zeg, nou, er zijn ook heel veel atheïsten die het zonder het niet doen, hoor. Die vinden het immoreel om je vrouw te belazeren. Die ken ik. Zover zijn we als mens toch wel gevorderd. Dus, maar iemand die wet nodig heeft, iemand die in de kerk nodig heeft dat de dominee spreekt tegen overspel, diens vrouw wens ik een fijn leven toe. Want de enige reden dat de man het niet doet, is angst voor God. En dat weet zijn vrouw. Lekker zeg. Lekker zeg. Je moet zeggen, wat ben jij voor man dat je dat doet? Je vrouw en je kinderen ook nog, hè? Nou. Wij weten dat de wet goed is en die moet haar wettig toepast. Wel weten dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en tuchtelozen. Als je de 10 geboden voorleest, dan doe je dat voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoordenaars en moedermoordenaars. Waar slaat dit op? Gij zult niet doden. Gij zult eren uw vader en uw moeder. Al die geboden zijn er voor de moordenaars. Die zijn er voor de dieven. Want tegen een christenmens hoef je niet te zeggen, gij zult niet stelen. De wet is geschreven op het hart, zoals de profeten hadden gezegd. Dus de wet, de 10 geboden, zijn er voor de hoereerders, de knapenschenders, daar is die, de zielverkopers, de leugenaars, de mijnedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer. In overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalig God, het mens toevertrouwen. Wat is een knapenschender?
een verkrachter. Een verkrachter. Ja, moet ik verder nog iets zeggen? Dat is een zonde. Homo of hetero, verkrachten, nee. Tegen iemands wil in seks met hem hebben, foute boel. Ja, duidelijk, foute boel. Heeft niets met homoseksualiteit te maken. Wat ik hier ook nog over moet zeggen, ik las ook van iemand die zei dat ook al van, dat zo makkelijk de boel door elkaar gehussenbusseld wordt. Hè? Dus als de Bijbel spreekt over porneia en daar ernstige dingen over zegt, dan staat die ernstige dingen die over porneia gaan, staan haast haaks als het hooglied waar gesproken wordt over de seks tussen man en vrouw. Dus de oprechte liefde tussen man en vrouw is heilig, maar porneia is onheilig. Oprechte liefde tussen twee mannen is heilig. Maar porneia tussen die twee mannen is onheilig. Maar je kunt dus niet zeggen, die seks tussen die twee mannen is onheilig. Oh, je slaat een tekst over. Porneia is niet heilig. En er is een wereld van verschil tussen twee mensen die gevoelens van liefde hebben voor elkaar, of de een die de ander gewoon tegen ze wil in aanrand, dacht ik. Toch wel. Daar gaat deze tekst over. Niet over homoseksualiteit. Nou, ik vat samen, conclusie. Nergens in de hele Bijbel wordt gesproken over homofilie. Ik weet geen ander woord even. Namelijk als iets wat je bent. De teksten die we gelezen hebben gaan alleen maar over homoseksuele daden. Gedaan door heteroseksuele mensen. Je kunt allerlei antwoorden geven, die heb ik ook gehoord, waarom de Bijbel niet over homofilie spreekt. Het simpelste antwoord is wat? Het kwam toen niet voor. Dat vind ik wel erg simpel. Ja, kwam niet voor. Maar kan. Kan zijn dat dat later ontstaan is. Allemaal mogelijk, ja, kan. Het kan ook zijn, zoals ik hoorde wat er in de Sovjet-Unie gebeurde in de slechte tijden. Daar heeft jarenlang een seriemoordenaar zijn gang kunnen gaan. En ik geloof wel 50 vrouwen vermoord. Hij kon zo lang doorgaan omdat de leider, de commissaris van politie, weigerde te geloven dat seriemoordenaars in de Sovjet-Unie konden bestaan. Hij zegt, it was a westers phenomenon. Het was een westers fenomeen. Alleen in de westerse wereld heb je seriemoordenaars. Dat hebben wij in Rusland niet. Daardoor kon die man doorgaan. Dus het kan zijn dat je zei, hij komt niet voor, ik kwam niet voor. Ja, als je snapt wat ik bedoel. De dominee die zegt, in mijn kerk komt het niet voor, ik heb dus letterlijk gehoord, dan weet ik al hoe laat het is. In zijn kerk zou ik ook niet makkelijk uit de kast komen. Ik zou wel 10 keer nadenken. En ik zou niet in die kerk uit de kast komen. Dat doe ik daar waar je normaal over die dingen kunt spreken. Dus het zou kunnen zijn dat het zoiets is. Wat de meest gangbare verklaring is onder theologen en wetenschappers, dat is ook de mijne, is in Bijbelse tijden wist men niet hoe kinderen geboren worden. Dus als het niet gebeurde, dan kreeg de vrouw de schuld. En dan God had gedaan. Dus God sloot de baarmoeder. Vandaag de dag weet ik dat het anders in elkaar zit. Ja? Dat men helemaal niet wist hoe het zat met homofilie. Wij vandaag de dag pas de laatste, hoe lang is dat geleden, ik denk 10 jaar weten hoe het zit. De eerste keer dat het openbaar is gemaakt, was het een rel voor andere christenen. En waren er een aantal psychologen opeens onder werk. Want er is medisch bewijs op verschillende universiteiten dat homofilie, althans bij mannen is het onderzocht, aangeboren is. Het ontstaat in de baarmoeder door een te grote hoeveelheid testosteron bij de moeder. Heel bizar. Zo weten ze dat het ontstaat. Het is opvallend dat het vaak de derde zoon is. Dat is gewoon bizar. Heel bizar. Nou, dus het ontstaat. Bij vrouwen is het zo, vanwege de totaal andere functie van seksualiteit, dat bij vrouwen spreek je in vaktermen over, het is nu netjes over boetjes en over fams. Fams zijn die prachtige fotomodel die op het top vrouw zijn. Dat je zegt, dat kan niet. Dat kan ook niet, maar die zijn door een man verkracht, hadden al een slechte vader, hebben manbeeld gehad en zijn overgeslagen. Omdat de seksualiteit bij een vrouw vooral intimiteit is. Daarom vinden we het normaal dat twee vrouwen hand in hand lopen en elkaar zoenen. Dat vinden we ook niet vreemd. Maar als twee mannen dat doen, staan we op ons kop. Dat klopt wel een beetje. Omdat bij vrouwen past dat veel meer. De ene vrouw kan een andere vrouw ook niet alleen mooi vinden, maar ook sexy. Wist je dat? Dat is eigenlijk onmogelijk voor een man. Het lukt mij na 37 jaar huwelijk niet om voor Kobi te bepalen of een andere man sexy is. Zelfs niet of die knap is. Vind je dat dan een knappe man? Nee, helemaal niet. Nou. Maar een vrouw kan het feilloos zien dat een andere vrouw sexy is. Dat geeft aan dat seksualiteit bij vrouwen anders functioneert. Dat is het grootste probleem trouwens in het huwelijk, hoor, tussen man en vrouw. Ze begrijpen het niet eens van elkaar.
Dus daar ontstaan talloze misverstanden over seksualiteit. Maar goed, dat is een ander onderwerp voor de volgende keer. Wij weten dus vandaag de dag door wetenschappelijk onderzoek, en dat is heel vervelend, ook op het internet zullen mensen zijn die ontkennen het gewoon, je gaat je gang maar. Maar er is bewijs voor dat iemand zo is. Zelfs de grote Bill Hybels, die ik echt bewonder hoor, toch een evangelisch man, op een conferentie zei openlijk, toen hem de vraag gesteld wordt naar zijn mening over homoseksualiteit en geloof, hij zegt, you don't choose to be homosexual, do your homework. IJzersterk. Met vermanend woord. Het was een andere voorganger, hij zegt, ga nou eens een keer een studie maken en zie dat je homofilie niet kiest. Wat suggereerde hij dus? Mensen zijn zo geboren. Bij sommige vrouwelijke seksualiteit, waarbij je dus spreekt van de femmes, dat zijn dus de vrouwelijke vrouwen, de niet zo geboren lesbiennes, is er een verklaring van een ontwikkeling. En daar is dus, als je spreekt van genezing, wel degelijk verandering mogelijk, omdat het zijn dan vrouwen die biseksueel zijn. En ik heb me laten vertellen dat elke vrouw het eigenlijk is, maar man niet. Dus het is heel opvallend dat in gesprekken met homo's, homovrienden, mannelijke vrienden, zij mij wel eens willen overtuigen dat ik in mijn puberteit toch ook wel eens getwijfeld moet hebben. Ik zeg, no way. Een jongen die in zijn puberteit twijfelt of die hetero is homo, is homo. Hij is homo. Dat durf ik zomaar te zeggen. Ja, hetero's twijfelen niet. Maar bij een meisje is het veel complexer. Hè, dus omdat het met intimiteit te maken heeft. Ik ken er trouwens een heleboel lesbiennes die het niet zijn. In onze vriendenkring zijn er die samenwonen met een vrouw, maar zelf geen echte lesbienne zijn. En ze zeggen, ja, die seks neem ik op de koop toe. Gaat het mij niet om. Ik hou zoveel van haar. Heel mooi ook, vind ik. Heel zuiver, eigenlijk, moet ik zeggen. Maar heel anders dan bij mannen. Bij mannen is dat haast niet los te rukken. Hè? Dat is vanwege de kromme seksualiteit van het mannelijk wezen, zeg ik maar. Kijk maar in de Bijbel. Even kijken. Dus nergens wordt in de Bijbel gesproken over homofilie. Hoe dat komt, geef je invulling maar er wordt niet over gesproken. En als christenen een tekst willen hebben ergens voor, ze komen niet tegen, dan gaan ze net zo lang een tekst zitten trekken duwen tot de tekst het toch niet zeg maar wel zegt. Dus dat zullen ze ook met dit thema doen. Ik kan mezelf mateloos opwinden, we hebben heel veel artsen in de kerk hier. En ik weet het, euthanasie al lang een fenomeen is hoor. Alle artsen die je kent houden van mensen. Houden zich aan de Hippocratische eed. Gaan, ik weet niet door wat voor hel heen als ze de beslissing nemen om iemand euthanasie te schenken. Moeten zich in allerlei bochten wringen, nu wat minder als vroeger hoor, dat weet ik. Worstelen daarmee met God en hun liefde voor mensen. Om tegen zo'n arts te zeggen, je bent een moordenaar, nou, dan moet ik 10 keer nadenken voordat ik nog wat zeg. Dat vind ik echt crimineel. Omdat toevallig de Bijbel er niks over zegt. Ja, maar wonderlijk ben ik gemaakt in de baarmoeder, zegt David toch in Psalm 139. Hè? Dat is toch het bewijs dat je geen abortus mag plegen. Heb je ook gelezen wat er meteen daarna komt? Wonderlijk ben ik gewrocht in de aardrijken. Men geloofde toen dat je lichaam gemaakt werd onder de aarde in de koepel om geboren te worden. Dat geloofden ze tot aan Plato en toe. Dat geloofde ook David. Maar dat geloven jullie niet. In de klas studenten zei iemand, ja dominee, dat was het wereldbeeld van die tijd. Ik zeg, nou zeg je dat wel. Maar die eerste tekst was zeker niet het wereldbeeld van die tijd. Dat David geen flauw idee had hoe het allemaal ging met zwangerschap en zo. Bovendien, ik ben het met hem eens. Ik vind mijn bestaan ook een wonder. Dan ga ik ook tot de dag van vandaag ben naar God, zei Heer. Wat is de schepping toch een wonder? Wat is het een wonder dat ik ben, toch? Dat is toch idioot niet te begrijpen? Dus ik ben het met David eens. Alleen, ik weet iets meer over hoe ik geworden ben. Maar het feit dat mij de levensadem is ingeblazen, nou, ik huiver. Net als David. Ook al weet ik meer van hoe dat ging met mijn vader, mijn moeder en celletjes en zo. Dat snap ik ook wel. Snap je? Dus David wist dat niet. Dus de ene tekst zeggen we, dat was het wereldbeeld. Niemand gelooft in een platte aarde met een koepel erboven en een koepel eronder waar de lichamen werden gemaakt. Maar dan moet je ook het andere woord niet serieus nemen. En niet dat gebruiken voor de pro-life beweging. Dat is niet eerlijk. Dat is misbruik van de Bijbel voor je eigen doeleinden. Daar hou ik niet van. Dan maar een moeilijke tekst. Ja? Dan maar tegenstrijdigheden. Nou, de tweede ding wat we dus tegenkomen over homoseksualiteit in de Bijbel. Het verschil tussen porno en hoererij. Porneia. Dus wat veroordeeld wordt. En de liefde tussen man en vrouw in een relatie. Zo is er hetzelfde verschil tussen homoseksuele verkrachting en liefde in een relatie. Dat is te gek om te noemen. Als laatste, nergens spreekt Jezus over dit onderwerp. Dit vind ik zo doorslaggevend. Als onze Jezus toch gewild had dat wij duidelijkheid hadden over een onderwerp
waar miljoenen serieuze gelovigen tot de dag van vandaag mee de psychiatrie ingeschopt zijn. Ja. Dan had Jezus daar toch wel even een ontmoeting met een homofiele mens uit Israël kunnen construeren voor ons. Nee. Dus, trek je conclusie. Jezus spreekt nergens over het onderwerp. Laat de Bijbel ons dan hiermee, met dit onderwerp, homoseksualiteit en geloof, in de kou staan. Ja en nee. Ja, als je tekst zoekt, zeg ik nou, veel succes. Ga je gang maar. Verspil je tijd. Anderen hebben het voor jou gedaan. Ik heb alle conferenties gevolgd in alle kerkelijke richtingen. Elk boekje gelezen wat erover te krijgen is. Niemand heeft zo'n tekst gevonden. Allemaal trekken we die conclusie. Sommigen negeren het gewoon en zeggen, we willen toch zo'n tekst hebben. En die doen wat ik net heb gedaan. Dus die verdraaien de boel maar tot hun eigen oordeel. Maar aan de andere kant, ik denk dat de liefde 3D ons hier wel helpt. Dus wat mij betreft geeft de Bijbel een heel duidelijk antwoord op homoseksualiteit. En ik vind daar hints van. Nou wil ik me niet beschuldigen aan dat wat anderen doen met de Bijbel. Dus ik noem het hints. Bepaal zelf maar thuis, op het internet of hier, wat je met mijn hints doet. Een sterke hint heb ik altijd gevonden, Galaten 3, vers 26 tot 28. In het begin heeft Paulus de slavernij onder de christenen laten voortbestaan. Logisch, want hij dacht dat de Heer morgen zou terugkomen. Fout 1. Inschatting 2 was goed. Hij voorzag dat als het christendom ogenblikkelijk de slaven vrij had gepredikt, dat de agressie jegens dit geloof nog groter was dan het al was. Dus hij zegt als het ware slaven, wacht. Hetzelfde met de rol van de vrouwen. Daar zou het christendom de bevrijding van de vrouw inluiden, zoals we daar gedacht zien in het Westen, wat christelijk is. Maar Paulus, wijs genoeg, wil dat voorkomen in de vroeg-christelijke tijd, want dan zou het een rel zijn geweest. Snap je? Maar Galaten 3. Want jullie zijn allemaal zonen en dochters van God door het geloof in Christus Jezus. Moet je voorstellen dat ik deze tekst voorlees tot een groep gelovigen of mensen. Onder hen zijn hetero's, homo's, biseksuelen, noem maar op. En ik lees deze tekst. Jongens, je bent toch geen homo of een hetero, dacht ik. Dat stopt toch bij de dood? In de hemel zijn we toch ook geen man en vrouw meer, zegt Jezus. Dat hele gedoe is toch afgelopen? Waar heb je het nou over? En je gaat bijna aan jezelf denken als ik ben lesbisch, ik ben homo, ik ben hetero. Maar dat ben je helemaal niet. Je bent een zoon van God. Een dochter van God. Gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij alle die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek. Wie vandaag de dag het onderscheid nog wel wil maken, luister naar deze tekst. Dominee, heeft God nog een speciale bedoeling met Israël? Oh ja, welke dan? Maak jij onderscheid tussen een Jood en een Griek? Hoor wat Paulus zegt. Er is in Christus geen sprake van Jood of Griek. Toch hebben wij Messias beleidende gemeentes. Ze willen zichzelf niet eens christen noemen. Wat erg. Gewoon wat erg. He? Zitten we niet meer bij elkaar in één kerk? Moest Paulus zich zo sterk voor maken in Rome dat Joodse gelovigen, ex-Joodse gelovigen en Grieks-Romeinse gelovigen één kerk konden blijven. Aan één avondmaal gaan wij het weer splitsen. Messias beleidende gelovigen. Ja? Nou, hierbij is geen sprake van Jood of Griek in Christus. Geen sprake van slaaf of vrije, ook was toen nog, was er wel sprake van. Geen sprake, niet van mannen en vrouwen, nu komt mijn hint, maar van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. In Christus zou er geen onderscheid meer moeten zijn tussen rassen, tussen standen en tussen seksuele geaardheden. Dat het in de kerk vaak het ergste is, is het zoveelste bewijs dat de duivel een flink deel van de kerk heeft over kunnen nemen. En vrome geesten op ons nek heeft gejaagd. Waar de kerk zich wel heeft ingezet voor de blinden en de gehandicapten, terwijl het dezelfde tekst is, is wat de homo's betreft de grootste zondaar. Want ze zou het moeten weten. Ja? Maar nee. Dus wat mij betreft vind ik hier voldoende materiaal. Het zou niet ter sprake. Toen we in onze kerk daar een discussie over hadden, dat een homohuwelijk had ingezegend. Toen zei de voorzitter van ons pastoraatteam, die was gewoon met stomheid geslagen. Het is een huisarts, maar hij zei, daar gaat het toch helemaal niet om in de gemeente. Ik zeg, nou, dat is het juiste woord.
Daar gaat het toch om niet om wat je bent? Het gaat om je geloof en om Christus. Dat is letterlijk wat Paulus zegt. Dat zou letterlijk niet meer ter sprake moeten komen. Het feit dat ik hier vanavond een Bijbelstudie over moet houden, is heel ernstig. Het feit dat er in Amsterdam een hele kerk is, hè, met gelovige homo's en lesbiennes, is heel ernstig. Ja, fijn dat het er is, maar het is zeer ernstig dat het moet. Heel ernstig. We horen bij elkaar te zitten. Aan één avondmaal. Ja? Allemaal gelijk. En niemand van ons moet een ander verkrachten. Niemand van ons moet porneia in zijn leven hebben. Niemand. Geen hetero, geen homo. Dat is duidelijk, ja. Dat is duidelijk. Heel duidelijk. Tweede hint. Matteüs 19. Er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn. Dominee, God heeft Adam en Eva gemaakt, hoor. Niet Adam en Evert. Dan zeg ik, het is een beetje gemeen, nou volgens mij heeft hij jou ook niet gemaakt. Ik zeg, dat had ik nog beter gekund. En eerlijk gezegd, als ik in de spiegel kijk, hoor, ik had het zelf ook beter gekund. Ja, God heeft Brad Pitt gemaakt en Doutzen Kroes. Die zijn duidelijk door God gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Natuurlijk heeft God Adam en Eva gemaakt, maar niet jou en ook niet mij. We weten allemaal wie ons gemaakt heeft. We weten allemaal, zoals de Bijbel zegt, hoe het gaat. Uit de wil van een man wordt een kind geboren. Man en vrouw tegenwoordig. Johannes 1. Uit de wil eens mans wordt een kind geboren. Daarin blaast God de levensadem. Dus wij komen van God, maar dat is onze geest. Het omhulsel is van papa, mama en opa en oma. En dat kun je goed zien, hoor. Alleen het omhulsel. Het tijdelijke, lichamelijke, seksuele systeem. Dat is van papa en mama. Dus er zijn gesnedenen. Heeft God dan die gesnedenen zo gemaakt? Nou, heel bijbelvaste fundamentalistische christen. God heeft alle mensen gemaakt, dus ook die. Ja, dat kun je stellen. Als jij vindt dat God blinde mensen maakt. En mensen zonder alle zintuigen. Zag bij tv iemand die kon niet horen, kon niet zien. Niks. Geen contact met de buitenwereld. Mensen die ontzettend ongelukkige kinderen, die heeft God dan gemaakt. Als jij zo'n theologie hebt, van mij mag je natuurlijk. Helaas mag het van de Nederlandse wet. Helaas wel. Maar veel plezier met jouw godsbeeld. Wie heeft God dan wel gemaakt? Nou, mij niet. Mij niet. Ik zeg dat tegen iemand, het is mij gelukt 25 kilo kwijt te raken en kwijt te blijven. Maar ik moet constant opletten. Mijn zus niet. Mijn moeder ook niet. Mijn moeder is 83, nou, je geeft ze zo 63, eet wat ze wil. Ja, ik heb dat ene gennetje verdorie wat de vetverbranding controleert. En dus ik zal mijn hele leven op moeten letten wat ik eet. Als ik uit eten ga, het zit helemaal in mijn systeem. Hè? Dus wat ik bestel, ga helemaal vanzelf al. Maar ik kan nooit zomaar wat eten. Nooit, nooit, nooit. Iemand bracht mij oliebollen met oud en nieuw. En twee, Henk, ze waren top, hoor. Er zat iets minder bier in dan vorig jaar, klopt. Ja, zie je. Maar ze waren heerlijk. Maar ja, heerlijke oliebollen van Henk. En toen kwam Marianne Helm door met oliebollen. Dus er zat er bij mijn indering 2 kilo aan. Nou, even 2 weken kwaad maken is er weer af. Maar mijn hele leven moet ik oppassen. Snap je? Dus had ik zelf beter gedaan. En zo zijn er nog een paar dingen die ik gewoon helemaal echt waardeloos vind aan mezelf. En dan over de dierenwereld. Niemand maakt mij wijs dat een volmaakte God de dierenwereld heeft gemaakt. Want dat vind ik zo'n gruwel. Nee. Nee, dat kan niet. Mijn God is volmaakt. Nou, dus daar kan ik het nog heel lang over hebben. Dus het hele idee van dat God geen homofiele mensen maakt is een vraag. Ga lekker met je wetenschap spelen. Ga met je Bijbel spelen. Kom nou toch. Wat zeg je nou toch? God heeft Adam en Eva niet gemaakt. Nee, God heeft Adam en Eva gemaakt. Ja, de eerste twee. De rest ging vanzelf, hoor. Helemaal vanzelf, helaas. Dus hier gaat de boel echt, vind ik, echt goed fout lopen. Nou, Jezus zegt het. Er zijn gesneden die zijn zo geboren. Ja, want er gaat een hoop. Iedereen heeft fout als die geboren wordt. Dit gaat fout, dat gaat fout. Niemand hier heeft geen fout. Wat dat betreft mogen we allemaal niet in de offerdienst van de Heer komen. En er zijn gesneden die door mensen gesneden zijn. Ja, dat waren de castrato's, hè. En er zijn gesneden die zichzelf gesneden hebben. Ja, die waren er ook nog, zeg. Wow. Ter wille van het koninkrijk der hemelen. Dan bedoelt Matteüs, bedoelt mensen als Paulus en John Stott en Corrie ten Boom, die gewoon eerlijk zeggen, het is voor het koninkrijk van God beter dat ik alleen blijf. Maar dat waren geen lesbiennes of homo's, hoor. Helemaal niet, maar Paulus zegt, ja, ik kan gewoon Christus veel beter dienen zo. Had hij gelijk in. Dus hij heeft zich gesneden, zo staat dan, terwijl van het koninkrijk der hemelen. Want dan had je geen relatie, dan kon je ook geen seks hebben. Dat was de deal. Die het vatten kan, die vatten het. Daar komt het belangrijke. Nergens in dit verhaal suggereert Jezus dat celibaatschap
opgelegd kan worden. Zie je dat? Je bent er of mee geboren, ja, dat is heel erg. Met onze medische wetenschap, ik heb pas die documentaire gezien over Duitse of Zwitserse fotomodel, een man. Hele knappe man, op en top man. Dat was een vrouw, een vrouwelijke sportvrouw. Heb je gezien? Die hebben ze omgebouwd op... hier heb ik God geprezen voor de medische wetenschap. De man is voor het eerst gelukkig, maar is gewoon helemaal een man. Alles erop en aan. Ik denk, prijs de Heer voor de genade van de medische wetenschap. Dus dat is nog in opkomst, maar wat prachtige tijden leven wij. Dat onze medici dit kunnen. Hè? Een kind gelukkig maken omdat het in een verkeerd lichaam is geboren. Dus, even kijken. Dus Jezus zegt, die het vatten kan, die vat het. Dus celibaatschap, als je er niet mee geboren bent, kan, of door mensen zo gemaakt bent, kan alleen maar een persoonlijke keuze zijn van de persoon zelf, uit liefde voor het koninkrijk van God, zoals Paulus. Maar het kan nooit opgelegd worden door de kerk. Die zegt, dominee, u kan zeggen wat u wil, homoseksualiteit is verkeerd, dan moet een homo die christen is zich maar van seks onthouden. Mijn Jezus zegt dat niemand dat voor die man of die vrouw mag bepalen. Ja? Dus ook dit argument ligt goed fout. Celibaatschap is niet opgelegd, maar vrijwillig gekozen. Als je dat wil, omdat het jouw keuze is. Maar dat geldt voor hetero's en homo's. Dat was dus ook nog een hint. Ik heb nog meer hints hoor. Deze is behoorlijk raak, Lucas 7. We zijn er bijna. Nadat hij al zijn woorden ten aanhoren van het volk voleindigd had, ging Jezus de Capernaum binnen en een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven. Nou, de rest van het verhaal is dat Jezus een woord spreekt, dan is die slaaf, knecht, soms wordt het vertaald knecht, soms slaaf, hè, staat er, slaaf of knecht. Hetzelfde woord, pais is het woord, pais, knecht of slaaf. Die wordt genezen door Jezus. Weet je wat volgens het Griekse woordenboek een pais is? Een jongere geliefde van een andere, machtiger of ontwikkelder man. Laat dat helemaal kloppen met de tekst, zeg. Mijn pais is thuis en hij is ziek, Heer Jezus. Wilt u hem genezen? Eén woord zal het doen. Jezus zegt, als je thuis komt, is je pais, je geliefde van jou, machtiger, meer opgeleide, machtiger man, zal genezen zijn. Dit is een behoorlijke hint. Pais. We zijn er nog niet hoor. David en Jonathan. Prachtig. Je leest er zo overheen. Ik niet, want nogmaals, ik ben niet met de Bijbel opgevoed. Toen ik het las, dacht ik, hey, dat zou ik als rechtgaarde hetero nooit van mijn vriendschap met Henk zeggen. Ik zie Henk als een vriend van me. Hopelijk ben ik het ook nog wel, maar... Maar wat David over Jonathan zegt, zou ik niet zeggen over een vriendschap met Henk. Ad van Dijk is mijn eerste en mijn allergrootste vriend, al heel lang ook al. En Ad van Dijk zit in mijn hart helemaal hier. Dat weet hij ook. Maar zelfs van Ad van Dijk zou ik dit niet zeggen. Dit zou ik van geen enkele mannelijke vriendschap zeggen wat David zegt. Dat past mij niet als hetero. Let maar op. Je kunt namelijk verschillende vormen van liefde heel goed scheiden. Mijn liefde voor Kobe is anders dan mijn liefde voor Henk. Mijn liefde voor mijn hond is anders dan mijn liefde voor Kobe. Mijn liefde voor jullie, iedereen die ik hier zit, is anders dan mijn liefde voor Kobe. Eigenlijk, alle liefde die ik heb, is anders dan mijn liefde voor Kobe. Mijn liefde voor Kobe heb ik alleen voor Kobe. Begrijp je wat ik bedoel? Doutzen Kroes vind ik een schoonheid en Hollands trots. En als ik er naar kijk, denk ik, hoe is het mogelijk? Dat weet Kobe ook. Maar de liefde heb ik voor Kobe. Ja? Dat is Eros. Dat is de liefde die deze hetero man heeft voor zijn vrouw. Nou, let op. 2 Samuel 1 vers 26. Sorry Henk, welke heb ik vergeten? Samuel? Ja, de pijl staat verkeerd. 1 Samuel 18 vers 1. Ja. Terstond nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. En Jonathan had hem lief als zichzelf. Dit is nog niet zo vreemd. Het is wel wat opvallend. Dat zomaar, er schoot als het ware een vonk over. Nogmaals, het was het dus Ad van Dijk en mij ook. Dat was een klik. Maar oké. Maar nou 2 Samuel 1 vers 26. Het is mij bang om u, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer lief. Hier is Jonathan gestorven. Uw liefde was mij wonderlijker dan liefde van vrouwen.
liefde van vrouwen. En David had er nogal wat. De liefde, Jonathan, was voor mij wonderlijker dan de liefde van al mijn vrouwen. Dit zegt een hetero man niet. Ik noem het alleen maar een hint. Als je zegt, ik ben het er niet mee eens, voel je vrij. Je hoeft trouwens helemaal niet mee eens te zijn. Maar ik vind het een hint. Oké. Ik sluit af met een citaat van professor David Myers, hoogleraar Theologie en Hope College in Michigan, bekend theoloog. Wist je dat de Bijbel 31.103 versen heeft? Daarvan 7 versen gaan over zaken die met homoseksualiteit te maken lijken te hebben. Heb je hoor? Dat is 0,02%. Lijken te hebben in de volgorde zoals je het nu gehoord hebt. Ze gaan dus niet over homofilie, maar nou, je weet het wel. Wist je dat veel bijbeldeskundigen van mening zijn dat deze 7 versen over heel andere dingen gaan dan wat wij nu homoseksualiteit zijn gaan noemen? Zoals ik je vanavond aantoonde. Trachten aantonen. Wist je dat het woord en begrip homoseksualiteit pas voor het eerst in onze taal werd gebruikt na 1868 en dus niet voorkomt in de oorspronkelijke talen waarin de Bijbel is geschreven? Wist je dat heteroseksuele gelovigen vaak drukker zijn met deze 0,02%, die dan ook nog andere dingen slaat, dan dat ze aandacht schenken aan de andere 99,98% van de versen die gaan over belangrijke zaken, zoals liefde, vergeving, hoogmoed, hebzucht en het delen met de armen, zaken die hen zelf aangaan. Ik voeg één toe, wist je dat Jezus er met geen woord over hebt? Lieve homofiele broeder, lesbische zuster, met geen woord. Dus voor mij geeft de Bijbel, ik ben op het ogenblik 2 verschillende boeken aan het schrijven, dus het loopt een beetje door elkaar, maar ik wil ook nog eens een boek maken over ethiek als ik aan toe kom. En het gaat dan hierover dat ik niet geloof dat de Bijbel een boek is met ethiek. Maar ik geloof dat de Bijbel een prachtige modus geeft voor ethiek. En die modus is liefde 3D. Daarmee moet je het doen, zegt God. Alleen daarmee, Heer, alleen daarmee. In al mijn levenssituaties, maar dan ga ik fouten maken. Ja, ga je doen, zegt God. En dan ga je van leren. Oh, maar wat gevaarlijk als ik zo'n fout maak. Wat vindt u ervan? Geweldig, zegt God. Als je daarvan leert. Ga de liefde leren en maak fouten. Maak het ook samen, als kerk. Ga lekker, maar ik zei tegen die jongen vanmiddag, waarmee ik contact heb, want hij heeft nu een kennis, die is net tot geloof gekomen in de Pinkstergemeente, dus waarschijnlijk weet je de rest al, die bombardeert hem allemaal teksten die niet over homoseksualiteit gaan. Maar hij kan het allemaal niet even pareren. En ik zeg nog tegen hem, het feit dat deze jongen in allerlei bijbelteksten homoseksualiteit leest, betekent dat hij behoorlijk gefrustreerd is over zijn eigen gevoelens. Hè? Ja, anders lees je niet in al die teksten homoseksualiteit. Nou goed, maar die zegt ja, maar hij heeft duidelijkheid van God ontvangen dat het niet goed is. En God is toch een duidelijke God, die laat ons niet modderen. Hij wil mij toch duidelijk geven. Ik zeg, nou, God geeft af en toe iemand duidelijkheid. Meestal niet, en ik denk dat God het ook niet doet. Daarvoor houdt God te veel van zijn kinderen. En daarvoor verlangt hij te zeer dat zijn kinderen zich ontwikkelen tot volwassen goden. Die zijn als hem. Die vooral samenwerken, naar elkaar luisteren. En samen tot ethische conclusies komen, gedreven door de liefde. En uiteindelijk zullen ze daar komen. Ik weet dat er een samenleving komt waarin dit probleem nooit meer behandeld hoeft te worden. Amen. Internet mag uit, Henk. Dan kunnen we eventueel...